Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Vandaag wil ik het met jullie hebben over een heel populair thema, als ik bijna zou zeggen, en dat is ghosting. En meer bepaald ghosting bij tweelingvlammen, dus in je tweelingvlamproces. Je kan natuurlijk ook toepassen op soulmates of op je tweelingzielrelatie, want de onderliggende redenen zijn eigenlijk hetzelfde. Nu, in deze video wil ik jullie uitleggen wat de reden ervan is. En wil ik jullie ook natuurlijk wat advies meegeven, zodanig dat je weet op welke manier dat je dan op een goede, gezonde manier kan dergelijk gedrag gaan inspireren, ik zeg maar, dus interpreteren. Nu, ghosting, we hebben het eigenlijk misschien allemaal al wat wel eens meegemaakt. De momenten waarbij dat al dan niet in het begin van een liefdesrelatie, het kan ook zijn later zelfs, hè. Maar dat er eigenlijk nog onduidelijkheid zit over hoe zit het nu. Zijn we een koppel of gaat jij of zij nog op zoek naar anderen? Zijn we loyaal aan elkaar of gaan we nog met anderen daten? Wat kan ik doen, wat kan ik niet doen? Kan ik een bericht sturen, kan ik bellen, kan ik niet bellen? En wat zijn de verwachtingen daaromtrent? En al die zaken die zorgen er eigenlijk voor dat wij mensen relaties veel ingewikkelder maken dan dat die bedoeld zijn. Waardoor dat er dus op verschillende manieren naar ghosting gekeken wordt. En dat ga je, wanneer je gaat YouTube gaat gaan raadplegen, heel gemakkelijk ook zien. Er worden daarvan allerlei verschillende meningen en visies en opvattingen over gegeven. Maar een eerste stuk wat ik wil meegeven, is dat het eigenlijk zelfs niet uitmaakt of dat ghosting door mannen gebeurt of door vrouwen gedaan wordt. Omdat we het tenslotte allemaal doen. Ja, jij ook. En ik ook. Alleen vertaal je het niet altijd op die manier. Denk maar gewoon aan het feit van hoe vaak dat het misschien gebeurt, dat je voelt van, goh, ik heb echt tijd nodig voor mezelf nu. Waardoor je dan vanuit dat gevoel eigenlijk berichten van vrienden, familie, collega's of wie dan maar ook, eigenlijk een stukje gaat negeren of wat wacht om te gaan antwoorden. En je kruipt in je schelp. Ik noem dat graag mijn kluizenaarsmodus. En ik weet, ik ben me dat bewust van, de mensen die dicht bij mij staan, die weten dat. Ik heb dat regelmatig nodig om weer te kunnen opladen. Omdat eigenlijk die kluizenaarsmodus, het eventjes alleen zijn met jezelf, is eigenlijk gezond. Om dat eigenlijk van tijd tot tijd te gaan doen. Want het brengt je weer dieper in verbinding met jezelf. Weg van afleidingen van buitenaf, weg van andere energieën, andere meningen. Waardoor je echt naar de stem van jouw ziel kan gaan luisteren. En je hebt net die tijd met jezelf nodig om ook die leiding te ontvangen. Want als je constant afgeleid wordt door Netflix of door kinderen of door een andere partner of wat dan maar ook, dan word je daar constant voortdurend van weggehaald. Dus wat het probleem is natuurlijk in een dergelijke situatie, als de ander dat niet weet, dat je dat nodig hebt, dan is de kans heel groot dat die eigenlijk jouw tijd alleen gaat gaan ervaren als ghosting. Dus hier is al een eerste aanpassing van je kijk op dat ganse ghosting-fenomeen. Een tweede puntje waar ik het dieper wil op ingaan, is zeker wanneer het aankomt op diepe zielsconnecties, zoals bijvoorbeeld bij tweelingvlammen, dan bestaat ghosting eigenlijk niet. En ja, je gaat zeker kunnen ervaren dat er periodes zijn waarin dat die communicatie niet consistent is, maar dat zegt niets over hoe dat jij of je partner in de relatie staat. Dus de vele video's waarop dat mensen zeggen dat de ander niet in jou geïnteresseerd is als hij of zij jou ghost, is eigenlijk per definitie niet waar. Dus ook hier is weer belangrijk om een open, zuivere communicatie te hebben om dat probleem te gaan counteren. Om eigenlijk dat probleem zelfs niet te gaan creëren. En zo had ik eigenlijk vanuit een automatisme, ik had dat nergens gezien of gelezen of wat dan ook, heb ik op een bepaald moment afgesproken met mijn tweelingvlam dat wanneer ik merkte dat hij in zijn schelp hing, schelp gaat, en zeker bij je tweelingvlam, dan voel je dat gewoon ook energetisch, dat ze een stukje afstand nemen. En dat is oké. Okay. Maar dan had ik gezegd, van, als ik dat voel en ik merk dat hij niet antwoordt op berichten, maar is wat we gelezen hebben bijvoorbeeld, dat dit voor mij een teken is dat ik hem even moet loslaten. In die zin dat ik hem moet gerustlaten. Dus ik stuur hem dan geen berichten, ik ga hem niet gaan opbellen. En ik laat het aan hen over om opnieuw contact op te nemen. Nu, vaak duurt het ongeveer 2 tot 3 dagen, afhankelijk van waar dat hij doorheen gaat. En soms gebeurt het dat we elkaar kort horen en dat hij dan weer eventjes weg is. Maar dan, ondertussen, weet ik ook al meestal waar dat er gaande is. En dat respecteren we ook vaak van elkaar, want omgekeerd heb ik dat ook nodig. Zijn er ook momenten waarop dat er zodanig veel dingen gaande zijn in mijn leven,
dat wanneer je dan zo verbinden met je tweelingvlam, dat eigenlijk net een beetje te veel is. Dus die momenten waarop je elkaar dan niet hoort, die zijn er ook om weer jouw eigen energie te gaan kalibreren, weer gaan goed te gaan zetten. Wanneer je dat verbindt en dat heel dicht komt, dan ga je merken dat er altijd weer een klein beetje afstand is. En dat is omdat dat proces van energieuitwisselingen, en dat is het kalibreren, waardoor jullie energieën op elkaar afgestemd worden, dat is echt een fase, schat, want anders is het veel te overweldigend zijn. Dus dat is heel normaal dat zowel jij als je tweelingvlam regelmatig eigenlijk even tijd alleen nodig hebt. Zelfs als je aan een fysieke union bent, zelfs als je samenwoont, zelfs als je getrouwd bent, of wat dan ook, is tijd alleen en activiteiten alleen doen, dingen doen met je vriendinnen of wat dan ook, heel belangrijk. Nu, bovendien is er nog een derde stuk rond het thema ghosting dat ik wil delen met jou. En dat heeft de betrekking op de emotionele volwassenheid van die betrokken persoon. Tweelingvlammen die komen in jouw leven als een onderdeel van je ascensie. Wat dus betekent dat jouw tweelingvlam jou voortdurend gaat spiegelen waar je nog niet in balans bent. En dat zorgt natuurlijk voor die pijn. Maar dat is niet veroorzaakt door je tweelingvlam, dat is de pijn die er al reeds is van oude wonden. Nu ben je geen tweelingvlam of geen tweelingziel, maar dan kan je ook die dynamiek ervaren met de soulmate natuurlijk. Er wordt getoond welke wonden er nog zijn, alsook wat de beperkende overtuigingen zijn die jou nog tegenhouden om onvoorwaardelijke liefde te ervaren op het diepste niveau mogelijk. En dat is als enige doel zo zuiver mogelijk jouw unieke energie worden om van daaruit je leven een vorm te kunnen geven. En daarom zie je dat ghosten en het niet weten wat er gaande is bij de ander vaak voorkomt in dergelijke connecties, in diepe zielsconnecties. En dat geeft dan ook weer andere verschillende redenen. Afhankelijk van waar jij staat in jouw connectie. Maar bijvoorbeeld, zijn die momenten er? Ze zijn hiervoor aan het werken, dus ik hoop dat de video niet te veel belast. Fingers crossed. Maar dus, die momenten apart, die zijn er ook om elke vorm van afhankelijkheid te gaan helen. Maar ook elke angst om gescheiden te zijn. En dus hierdoor de illusie te helen dat je door een afscheiding van een andere ziel niet in staat zou zijn om liefde te ontvangen, te ervaren. Want jij bent liefde en liefde is altijd voor jou beschikbaar. Dus je leert om eenheid te creëren in jezelf, in plaats van zoals dat we gewoon zijn, zoals dat we geconditioneerd zijn, al onze behoeften te willen vullen met externe factoren en mensen buiten onszelf. En of dat nu geld is, werk of relatie, het doel is uiteindelijk altijd hetzelfde. We willen ons er beter door gaan voelen. Maar die verantwoordelijkheid bij iemand anders leggen is eigenlijk ondraaglijk. Niemand kan jouw leegte vullen en niemand gaat aan die verwachting kunnen voldoen. Dat is jouw taak om te vervullen, om te gaan op te lossen eigenlijk, te gaan vullen. Nu verder, wanneer iemand jou ghost, dan is het belangrijk om te gaan kijken wat er gaande is in dienst zijn leven. Vooral personen die hoofdzakelijk vanuit de mannelijke energie opereren, die hebben vaak de neiging om zich terug te trekken wanneer dat ze geconfronteerd worden met diepe emoties. Waar dat de vrouwelijke energie die dat veel sneller gaat gaan uiten, waar dat er gaande is in haar leven en dat emotioneel die emoties wel kunnen gaan uiten, dan gaat de mannelijke energie zich vaak gaan terugtrekken. Maar ook wanneer dat ze bijvoorbeeld het gevoel hebben vast te zitten onder iets zwaars in hun fysieke leven, dus in hun realiteit, dan gaan ze ook dat gaan doen, omdat het anders te veel wordt om constant in verbinding te blijven staan met de tweelingplan. Nu, dat kan gaan om verantwoordelijkheden dat ze op zich genomen hebben vanuit oude structuren of verwachtingen van familie, maatschappij, werk, wat dan ook. Dus dat kan van alles zijn. En ook hier heeft het gedrag niets te maken met hoe dat die persoon in de connectie zit. Maar wel met de ballast dat ze zelf aan het uitzuiveren zijn. Dus eigenlijk is het een goed ding. Want ze zijn die rugzak aan het schoonmaken, aan het leegmaken, aan het uitzuiveren. Van wat wil ik nog houden, wat wil ik niet meer meehouden op mijn verdere pad. En de manier waarop dat ze dan wegtrekken, wat... Wanneer dat hij jou triggert, dan die trigger, dat is jouw aandeel om mee aan de slag te gaan. Nu, een ander inzicht waar ik je over wil vertellen, ook in deze video, is het feit dat mannen, en dan heb ik het hier wel over het geslacht, maar mannen zitten vaak ook nog vast in die adolescente manier van omgaan met anderen. Wat dus weer verbonden is met emotionele volwassenheid. En dat kan trouwens ook zo bij vrouwen zijn, hoor, dus laat u daar ook niet door vastzetten. Maar het grootste verschil tussen mannen en vrouwen is dat vrouwen collectief gezien veel meer de toestemming hebben gekregen om hun emoties ook te uiten, zonder daarvoor afgestraft te worden. Waar dat van mannen verwacht werden en worden, soms nog, om sterk te zijn, om problemen alleen op te lossen en al zeker geen emoties te tonen, want dat werd door hun peers, of hoe noem je dat in het Nederlands, een maatjes, aanzien als zwak, belachelijk, als too much, als te veel.
Dus dat is hetgeen waar dat heel veel mannen ook nu doorheen aan het werken zijn. Niet alleen de mannelijke energie, maar zeker mannen die in het geslacht man geboren zijn. En dus een man of een vrouw die vastzit in een adolescente manier van zijn en denken, die gaat ook geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag. En die houden geen, of kunnen zelfs geen rekening houden met wat de invloed hiervan is, dus van hun gedrag op anderen. Nu, het is een feit, sommige mannen gaan ook nooit volwassen worden. Ook sommige vrouwen gaan ook nooit emotioneel volwassen worden. En de reden dat die personen in een nog een adolescente, veel te jonge, immature manier van omgaan met emoties zitten, heeft te maken met de manier waarop dat onze maatschappij zo gefocust was op werk, waardoor dat de meesten door hun vaders eigenlijk in de steek gelaten werden. Ze hadden geen rolmodel. Ze hadden geen rolmodel van wat het betekent om een gezonde mannelijke energie te belichamen. En dat kan ook zijn door wat voor omstandigheden ook, dat die vaderfiguur eigenlijk niet aanwezig was, of niet voldoende, of enkel vanuit de vervormde energie. Denk dan maar aan het feit van altijd te gaan werken, hè, om te kunnen voorzien voor het gezin, maar ook verslaving, fysiek geweld, of gewoon emotioneel niet beschikbaar, omwille van het feit dat ze zelf ook met heel die bagage zaten. En dus die mensen, die werden eigenlijk of worden aangewezen op leeftijdsgenoten om te gaan kijken wat dat betekent om volwassen te zijn. Maar natuurlijk, als je ze omringt met anderen die ook nog niet weten wat dat is, dan kan je het ook natuurlijk niet van elkaar gaan leren. En dus de cultuur van eeuwige vrijgezel en persoonlijk gewin kwam eigenlijk boven dat van het zorgen voor anderen. Die verdwenen, die collectieve zorgzaamheid, die weesheid en dus eigenlijk de embodiment, de belichaming van een gezonde mannelijke energie, werd volledig naar de achtergrond verschoven. Niemand wist nog wat dat betekent om een gezonde mannelijke energie te belichamen. En om vanuit die energie bedoel ik, in het leven te gaan staan. Nu, niet alleen mannen, maar ook vrouwen, dus fysieke vrouwen bedoel ik dan, nu heb ik het niet over de energie, begonnen zich ook meer en meer te gaan dragen vanuit die vervormde mannelijke energie. En dat had dat te maken met de emancipatie en dan de vrouwen die ook buiten huis gingen gaan werken en nog verder en zo meer. Dat moet ik niet uitleggen, dat weten jullie. Maar dus de vrouwelijke energie werd zowel door mannen en vrouwen volledig genegeerd, uitgebuit, belachelijk gemaakt. Intuïtie en emoties, dat was not done. Moest allemaal vanuit de mind, vanuit logisch verstand zijn. En vandaar dat nog steeds zoveel mannen, vrouwen, eigenlijk hun partners zien als een verbruiksvoorwerp. Als een manier om het heel cru te zeggen, gewoon om een manier om te masturberen. Een tool om te masturberen. Gebruiken van het lichaam van anderen om te masturberen, om tot orgasmes te komen. En vaak, door het feit dat die emotionele verbinding er niet is, is het zelfs moeilijk om tot orgasmes te komen. Want diepe connecties worden niet gevormd. Emoties worden niet betrokken in het hele verhaal van intimiteit. En seks wordt gekoppeld aan intimiteit, maar eigenlijk is het zoveel meer. En dus alle nieuwe relaties die van daaruit ontstaan, zijn gewoon gedoemd om te gaan falen. Want de personen zelf, dus de ziel, zit er niet volledig in. En daarom komen ook meer en meer tweelingvlammen op het pad van hun ziel. Net om te leren over die liefde, over zichzelf en om op een nieuwe manier vanuit een hoger bewustzijn te gaan leren communiceren. Want dat is nodig wanneer je in een diepe zielsconnectie zit. Namelijk openlijk praten als er iets niet werkt of als de ander iets deed of gezegd heeft waardoor dat jij je gekwetst voelde. Niet omdat het de verantwoordelijkheid is van de ander om je gelukkig te maken, maar wel om uit te leggen op welke manier dat zijn of haar gedrag jou heeft beïnvloed, waar dat jij mee worstelt, wat dat jouw wonden zijn. En ook hier niet omdat de ander het jou zou healen, nee, gewoon omdat ze het bewust zouden zijn en omdat ze vandaar dan meer de tools hebben om te gaan kijken van oké, op welke manier kan ik jou behulpzaam zijn, op welke manier kan ik jou gaan grenzen hanteren en op die manier kan je gezonde grenzen gaan vastzetten, gaan implementeren in jouw leven. Want emotioneel volwassen personen die weten dat ze op een respectvolle manier hun grenzen moeten aangeven. En dat voor ieders hoogste goed, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de anderen. En hoe meer je dat zelf ook doet, hoe meer je tegelijkertijd ook toestemming geeft aan de ander om dat te gaan doen. En dus ook hier is het weer een uitwisseling, een wisselwerking. En dat maakt dat emotioneel volwassen personen ook verantwoordelijkheid nemen voor de woorden dat ze spreken, voor de acties die ze nemen. Terwijl mensen die nog vastzitten in die jongere, adolescenten manieren van omgaan, die zijn eigenlijk nog emotioneel immatuur en die gaan van de ene relatie naar de andere gaan. In de hoop
daar iets te vinden die hen blijft plezieren, die hen vervulling brengt. Dezelfde reden waarom dat er ook zo vaak ingestemd wordt met betekenisloze seks, bijvoorbeeld. Terwijl de kracht van de alchemie van seksuele energie niet gezien wordt, laat staan dat ze weten hoe dat ze mee moeten omgaan. En dus ook hier, het niet weten komt voort of is verbonden met het immatuur zijn, het nog niet voldoende bewustzijn. Mensen die gezien worden als gebruiksvoorwerpen, terwijl dat aan materie eigenlijk veel te veel emoties en dus veel te veel kracht wordt gegeven. Dus kortom, ghosting is slechts een teken dat die persoon nog heel wat innerlijk werk te doen heeft en dus enkel met liefde en begrip kan aangekeken worden. Zeker wanneer dat gaat over je eigen tweelingvlam. Als je hen of haar wilt ondersteunen in zijn of haar proces en je merkt dat hij inderdaad gaat gaan ghosten en eventjes uit je leven verdwijnt, op gelijk welke manier ook, vertrouw dan dat dat is wat nodig is en focus verder op jezelf. Want zij weten op dat moment niet beter, zij hebben het nog niet geleerd. Dus daarom ook weer hetzelfde advies: focus op jezelf en kies voor jezelf. En dat zal ervoor zorgen dat wanneer je met je tweelingvlam of je tweelingziel te maken heeft, dat je hen ook helpt om in een proces te stappen en om alle wonden één voor één te gaan healen. Het pad van je ziel is en blijft een proces. Het is een weg naar binnen. En wanneer je samen wilt komen met je tweelingvlam, dan is dat de enige weg dat je te gaan hebt. Het tweelingvlampad is geen pad van doen. Het is geen pad van dingen doen. Het is geen uitgestippelde route. Het is een pad van herinneren wat en wie je bent. Het is een reis van je ziel. Wat dat betekent dat je eigenlijk jezelf ook niet in eenheid kan gaan denken. Je kan niet gaan denken van, ik ben in eenheid met mijn tweelingbla, ik ben in eenheid met mijn tweelingbla, ik ben in eenheid met mijn ideale partner, wat dan ook. Je wordt uitgedaagd het ware pad van spiritualiteit te gaan lopen en geen geitenwolle sokken gedoe te gaan doen. Maar een echt die reis van zijn, van worden wie je werkelijk bent, om dat op een goede, gebalanceerde manier te gaan vormgeven en neer te gaan zetten. Want jij bent de spiegel van je tweelingvlam. En jij bent een geascendeerde meester op aarde. Dus leer wat dat betekent om opnieuw vanuit die essentie hier in het fysieke te gaan leven. En je gaat zien dat jouw leven eigenlijk op elk vlak positief gaat verschuiven. Dus probeer niet alles te begrijpen met logische verstand. Want dan ga je keer op keer eigenlijk jezelf weer gaan vastzetten. Het pad van je ziel is gewoon niet logisch te verklaren. Het is ook voor iedereen anders. Dus heb geduld. En ik weet, ik voel al heel veel mensen weer stijgen. Ja, weer geduld, weer lint. Ja, geduld. Maar geduld niet als zijnde vertaald, als zijnde van stoppen en niets meer doen en daar lui zitten afwachten totdat hij het anders voor jou doet. Nee. Maar wel geduld hebben als in toelaten dat het pad van je ziel zich verder ontvouwt op een natuurlijke manier. Je moet er niet aan trekken, je hoeft niks extra voor te doen, maar gewoon het laten ontstaan, wetende dat alles geleid is, dat je nergens een afslag kan gaan missen, dat je nergens te laat kan komen en dat je niet gaat verliezen wat dat werkelijk voor jou bestemd is. Dat is gewoon onmogelijk. Dus laat jezelf toe nog dieper te gaan zakken in jouw eigen proces. En dat op zich gaat weer heel veel dingen laten verschuiven in je connectie en bij je tweelingvlam. Want dat is uiteindelijk de enige weg naar vrijheid. De weg naar binnen is de weg naar vrijheid, de weg van en naar onvoorwaardelijke liefde. En om dat maar te zeggen, dat we begonnen zijn bij het stuk rond ghosting. Maar dus, ghosting is gewoon dus een uiting van een bepaalde vervormde energie. Dus geef er niet meer energie aan, maak je heel zorgen. Maar focus op jezelf, blijf werken aan jezelf en dan gaat de ghosting letterlijk ghosten, gaat verdwijnen uit je leven. Zo, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Laat het mij weten in de comments. Ik vind het altijd leuk om te lezen hoe mijn boodschappen bij jullie binnenkomen. Deel ook gerust mee waar je tegenaan loopt. Op die manier kan ik nog beter van dienst zijn. En zoals je weet, als je met mij wilt samenwerken, dan zijn er verschillende manieren waarop dat ik met jullie samenwerk. In één op één, in groepsessies, in een membership, afhankelijk van wat en waar dat je klaar voor bent. Zo, dat was het voor vandaag. Ik wens je een heel wijs weekend. Geniet van het weer, ook al is het hier aan het regenen en aan het onweren, maar dat hoort er ook bij eenmaal. En dan spreken we elkaar in een nieuwe video. Daag!